ook hij neemt afscheid als nationaal coördinator terrorismebestrijding. En op het moment dat het dreigingsniveau in ons land zeer hoog is. Hoe veilig laat hij ons land achter, vragen wij aan Tjibbe Jouwstra. Vandaag mocht de film Fitna niet worden vertoond in het Europees Parlement. Begrijpt u waarom? Ik kan me niet voorstellen dat het vertonen van Fitna, want die heeft op internet gestaan, dus ik denk dat er niet zo heel veel nieuws aan is, dat het echt een inhoudelijke argumentatie was, maar meer de regels die daarvoor zijn afgesproken. Over het einde heeft hij mij gezegd van ik weet nog niet precies hoe ik eindig. Misschien scheur ik een pagina uit de Koran, misschien verbrand ik wat, ik weet het nog niet. Dat is één van de redenen geweest waarom wij zo bezorgd waren. Want dat zijn elementen, als die werkelijkheid waren geworden, dan waren de effecten dan totaal andere geweest dan die nu zijn geweest. Maar nu eerst even serieus om met uw woorden te spreken. Want zo begint de advertentie van Heineken. U richt zich op de gevaren van Heineken. Tenminste, het drinken van Heineken voor kinderen onder de 16. Maar kinderen onder de 16 moeten gewoon geen alcohol drinken. En wij weten uit onderzoek dat het vaak onschuldig begint. En als eenmaal die norm overschreden is, dan weten we ook dat die kinderen dat normaal gaan vinden. En wij vinden het niet normaal. Dus we richten hier ons ook op de ouders om een stuk bewustwording bij die ouders te krijgen dat alcohol onder de 16 gewoon no-go is. Ook de levensmiddelenindustrie, de winkeliers, starten een heel programma waarin je vanaf april je identiteitskaart moet laten zien dat je ouder dan 20 bent en onder die leeftijd krijgt men geen krat bier meer mee. Je komt dus op zo'n evenement, ik ben er wel eens geweest, ja. En dat is een gigantisch reclame bijvoorbeeld van uw bedrijf. En er zijn heel veel jongens en meisjes onder de 16. Die mogen geen alcohol ontvangen. Nee, maar ze zien wel die reclame. Ja, maar goed, wij richten ons op die 18 jaar en ouder. En dat zullen we blijven doen. Goed, laten we teruggaan naar de Olympische Spelen. Er zijn gisteren Olympische sporters gekozen tot sportman en ploegcoach van het jaar. Ja. Waren er nog verrassingen bij wat u betreft? Nee. Men dacht toch, dat wordt Ankie van Gunsven. Marianne Vos is Olympisch kampioen. Hè? Dus daar kan je nooit tegen zijn, denk ik. Maar Ankie is een hoop te zeggen, want ze is de enige Nederlandse sporter die met meer dan één medaille naar huis kwam. Goud! Goud voor Van Eupen en Van der Kolk. Dit zijn sporters die behoorlijk geblesseerd zijn geweest in de laatste maanden. En als je dan uiteindelijk toch in die boot gaat zitten en de beste in de wereld wordt, nou, dat vind ik bijzonder. En Van de hoge band wordt uiteindelijk vijfde. Ja, dat is dan de laatste Olympische 100 meter van hem. Ja, ik vond het een bijzonder moment. Ik zei al, dat is melancholie, daar zit iets van sneuheid in. Maar dat wordt al snel overgenomen door bewondering. Start. Nee, maar kijk, daar trekt hij al met zijn been. En vandaar dus die grimasse steeds. Heel China kijkt. En hij wordt geveld door een ruptuurtje in zijn Achillespees, wat misschien te groot is van een millimeter. En dat staat in de weg van het glorieuze moment van de Chinese sport. U noemde de situatie waarin Nederland nu verkeert qua veiligheid substantieel met een plusje. Het betekent dat je geen informatie, concrete informatie hebt over dan zal er daar wat gebeuren. Maar het betekent wel dat je een aanslag bepaald niet kunt uitsluiten. Ja. We zien aan de hand van de informatie die wij krijgen dat Nederland en een paar andere Europese landen, dat Nederland sinds begin van dit jaar genoemd wordt in prioritaire lijstjes. Waar sommige organisaties van zeggen, daar zouden aanslagen gepleegd worden. Sommige organisaties, die mensen hoeven maar naar Kamp Holland te rijden met een zelfmoordactie en ze treffen het doel. Dus dan zou je zeggen, dat is een riskanter aangelegenheid dan als we hier door de Bijenkorf lopen. De Nederlandse belangen in het buitenland, en dat kan ook zijn de ambassade die we hebben in Pakistan of waar dan ook, dat zijn inderdaad in de ogen van sommige gerechtvaardigde doelen. En hoe dichterbij, hoe meer kans je wellicht hebt. Wat kan de Nederlandse burger nou doen om de kans op een aanslag te verminderen? Een particulier kan niet zo vreselijk veel doen om aanslagen te voorkomen. Aanslagen voorkomen, terrorismebestrijding is primair een zaak van inlichtingendiensten. Dolf. Ja, Paul. Obama heeft gewonnen. Obama heeft gewonnen. Kredietcrisis. Ja. Olympische Spelen. Ja. EK voetbal. Nou, ik probeer niet, laten we zeggen, alle grote gebeurtenissen van het jaar mee te nemen. Vind ik niet interessant. Ik pik er een paar dingen uit waar ik het over wilde hebben. Maar ben je dan niet bang dat Joep want die neemt ook het jaar door. Jullie hebben niet dezelfde bril, maar kijken wel naar hetzelfde land. Ja. Ja. Waar ben ik bang voor? Nou ja, dat je denkt, verdorie, die grap had ik ook. Nee, mocht er een grap helemaal overeenkomen, dan weet ik dat hij hem niet van mij heeft, ik heb hem niet van hem. Wij bedenken ons eigen materiaal en dat gaat heel goed. Ik heb alleen al zoveel in mijn hoofd van mezelf wat ik allemaal kwijt moet. Dat als ik ook nog de grappen van Joep erbij zou doen, dat wordt echt te veel. Weet je, dat kan gewoon niet.
dat we ongeveer 15.000 wetten, algemene maatregelen, ministeriële regelingen en circulaires hebben? Is Rita Verdonk een element dat terugkeert in jouw overwegingen op Nieuwjaarsdag? Als we dit voorjaar keken, rond deze periode, stond zij 25 zetels. Zij vond nog helemaal niks. En 1/6 van Nederland had zoiets van, vind ik ook wel. En dat vind ik doodeng. Dus toen was het maar heel belangrijk. In de loop van dit najaar is het veranderd en lijkt zij een beetje in het afvoerputje van de politiek te verdwijnen. Maar ik vind het nog steeds een ding van dit jaar, dus ik heb het over haar. Het feit dat zij hier doet en wat ze letterlijk zei in die speech is, de mensen in het land zijn de regels meer dan zat. En daar kreeg zij applaus op. Een vrouw die 5 jaar lang beleid voert, soms asociaal, met 1 motto, namelijk regels zijn regels, die nu, omdat het op haar kaartje staat, zegt, de mensen in het land zijn die regels meer dan zat, is wat mij betreft een onbetrouwbaar iemand.